Een rioolpersleiding in de buurt van Schinnen brak vorige week en daardoor stroomde het rioolwater het omliggende gebied in. Sindsdien wordt er met man en macht gewerkt om het vuile water weg te krijgen en de leiding te herstellen. Door de regenval van de laatste periodes is er heel veel water in de beek geweest en dan neemt die delen van de oever, spoelt die langzaam maar zeker weg. Dat is een heel langzaam proces, maar op een gegeven moment kom je steeds dichter bij die buis. Die leidingdelen zijn uit elkaar geschoven. Hoe dat gebeurd is, dat weten we nog niet. Dat moeten we onderzoeken. Dus dat is een oorzakelijk verband. Waar we nu in eerste instantie nu mee bezig zijn, is natuurlijk zorgen dat het probleem wordt opgelost. En dat we de lekkage zo snel als mogelijk kunnen dichten. Maar dat vergt maatwerk. En daarom duurt het nog even voordat die leiding is hersteld. Dus niet even vlug een gat graven en de leiding weer aan elkaar koppelen. Het zijn hele specifieke leidingdelen. Want het is een hele grote leiding, 90 doorsneden. En die delen die moeten we uit het buitenland laten komen. Dus die komen uit Polen en als het goed is komen die vandaag aan. En daarnaast hebben we nog een verbindingsstuk nodig. Die moeten specifiek hier voor deze leiding gemaakt worden. En die komen uit Italië. En die komen als het goed is aanstaande vrijdag zijn die binnen. We hebben nu continu 13 vrachtwagens, 11 tot 13 vrachtwagens rijden. Die rijden continu dag en nacht door om al het rioolwater wat nu eigenlijk wordt aangeleverd, om dat op het goede moment af te vangen en weer door te zetten naar de RWZD's. Het rioolwater is ook in de Geleenbeek terechtgekomen en dat is schadelijk voor het beekwater. Rioolwater onttrekt zuurstof aan het beekwater en het gevolg is dus dat de beestjes die zuurstof nodig hebben in het water, vissen, maar ook micro-organismen, dat die onvoldoende zuurstof krijgen. Dat is ook een van de redenen waarom we op een tweetal plekken op dit moment met een grote pomp het water uit de beek pompen en er weer inblazen om te zorgen dat er meer zuurstof in komt. Maar het water blijft ongezond water. Dus je moet er vooral voorzichtig mee zijn. Niet in zwemmen, geen honden inlaten, niet vissen op dit moment in de Geleenbeek. Tot de werkzaamheden ruim klaar zijn en liefst dat het dan nog een keer flink geregend heeft.